Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. We gaan het vandaag hebben over een bijzondere vondst, een tijdcapsule uit 1944. Afgelopen vrijdag was de aftrap van de Top 2000 in Liemde. Gaan we het ook over hebben. We hebben de vlog van Frans natuurlijk. Roel en Emiel gingen weer voor ons op pad. We hebben een man die al twee maanden in een tent slaapt. Ook hij komt langs met zijn verhaal. En de Sinterklaastijd is aangebroken. Nou, dus surprise maken weer. Mocht jij nog tips en tricks nodig hebben hoe je de leukste, mooiste, meest creatieve maakt, we gaan samen met Penny een aantal mooie maken. Dus blijf vooral kijken. Het is vandaag dinsdag 29 november. Welkom bij Dommeland Live. Ja, zoals ik al zei, een bijzondere vondst van een tijdcapsule uit 1944. We hebben vandaag bij mij op de bank Koos van Groeningen en Rien Bos. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Jullie gaan mij alles vertellen over wat jullie gevonden hebben en wat daar allemaal in zat. Koos, je hebt de tijdcapsule gevonden. Vertel, hoe gaat zoiets? Wat gebeurde er? Want je stoot met je voet ergens tegenaan en dan... Ja, en dan, normaal kijk je niet zo, maar toevallig keek ik nou wel en ik zag een stuk verroest ijzer, zag ik. Hm. En toen ben ik wat meer gaan graven. Mm-hmm. En toen zag ik dat het een deksel was van een kistje. Ja, want had je niet in eerste instantie, was je niet bang dat, ja, ik ben dan misschien een beetje paranoïde aan het worden, kan zijn, maar dat je niet bang bent dat het een bom is of zo? Nee, zover was ik nog niet, want toen dacht ik daar nog niet aan. Ik dacht gewoon een kistje of zo, maar toen ben ik wat verder gaan graven en toen vond ik de andere spullen en of wat ervan. En toen had ik wel zoiets van, ik had een dag tevoren had ik iets van een bom of zo gelezen die ze gevonden hadden en die nog op scherp stond. Ja. En toen dacht ik van, ik ga eerst naar binnen en dan ben ik Bouke gaan halen. Mm-hmm. Dat is ook een medewerker bij ons. Ja. En die is er toen met mij teruggegaan en voelde ik me iets veiliger. Ja. En hebben we samen alles uitgegraven. En waar heb je het precies? In het bos bij ons. Oké. En hoe moet ik me dat ervoor? Hoe groot is zoiets dan? Hoe groot is zo'n... Ja, ik denk een halve meter, denk ik, breed, diep. Halve meter, ook zoiets denk ik, Oké, dus nog een flink ding. Een flink gat, dus we hebben het heel voorzichtig, zijn we het uit gaan graven. Ja. En toen is hij er nog bij gekomen en hij heeft nog meer foto's gemaakt. Mm-hmm. Oké. Dat was eigenlijk heel leuk, heel spannend. En is zoiets dan zwaar? Want heb je... Nee, want het lag allemaal verspreid eigenlijk in het graf. Er zijn maar een paar leuke dingetjes misschien. Wat personen, want er liggen natuurlijk de gewone dingen in de lage kogels in. 175 hebben we er gevonden. Ja. En veldflessen, die hebben militairen ook altijd bij zich. En twee flessen whisky, sterke drank hadden we. Klopt. Ja, alleen die was... Maar dit zijn wat meer persoonlijke spulletjes. Maar laat even op camera 2 zou je kunnen laten zien. Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is een praktische Winchester sigaretten. Oh, oké. Dat lag er dus ook bij. Ja. En dit is wel leuk. Dit is een Tina. Ja. Fluitje, of in ieder geval een instrumentje, wat ze bij zich hadden. En dat konden we dan nog vinden op Koekal, heb ik het nog gevonden. Ja. En het was uit 1940. 1940, Canada. Uit Canada. En de blazers op en dan kunnen ze speciale geluiden mee maken. Mij is het niet gelukt. Maar dat is wel leuk zoiets, dat herkende ik mee. En dit is een flesje mondwater. Oké, heel bijzonder inderdaad. En, en het leuke van is, dat er zit ook nog wat vloeistof in. Dus dat is toch die 70 jaar, wat nu al is, dat het toch nog in zit. En die sigaretten, de papier wat er omheen zit, om die aluminiumfolie, dat het gewoon nog steeds
herkenbaar is. Dus dat maakt het zo bijzonder. Ja. Na 70 jaar. Ja, inderdaad. En je geeft al aan, hè, je hebt het in het bos gevonden. Nou lees ik overal dat het bij het Oertijdmuseum is geweest. Is dat het bos bij het Oertijdmuseum geweest waar jullie het gevonden hebben? Oké, dus vandaar dan de berichtgeving hoe of wat. Wat is jouw relatie tot het museum? Ik ben vrijwilliger. Oh, je bent daar vrijwilliger. En wat doe je dan precies? Ik schilder, ik poets mee en of ik sta achter de balie net. Ja, ik doe eigenlijk heel, van alles waar. Hè. Ja, dat klopt. Okay, het is gewoon heel leuk werk. Helemaal leuk. Oké. Voor de mensen die het niet kennen, wat is het Oertijdmuseum? Wat kun je daar... Dat weet ik wel, maar dan mag jij het. Oertijdmuseum, we hebben daar een... Het is eigenlijk begonnen als een fossiele, of eigenlijk een mineralenmuseum. Mm-hmm. Mineralen. René zelf is gespecialiseerd in krabben, dus daar is het een beetje mee begonnen ook. En ja, verder is dat uitgebreid. En ja, toch publiek te trekken, is het dino's geworden. Ja. En dan krijg je natuurlijk de jeugd. Ja, dat geloof ik. De familie met de jeugd. Dus, Want Rien, jij bent werkzaam daar. Ja. En wat doe je precies bij het museum? Ik ben ook een manager van alles. Baliewerkzaamheden. Maar hebben we een kapotte lamp, dan een lampje repareren. Maar ook onderhoud van het gebouw. Zijn er wat problemen met computers of wat dan ook? Daar ben ik ook daarmee bezig. Oké. Okay, Dus manager van alles. Dat is, leuk. Nou, was er natuurlijk de vondst van Koos. Wat was jouw eerste reactie toen zij met dat nieuws aankwam? Nou ja, mijn interesse is altijd wel een beetje een Tweede Wereldoorlog geweest. Dus ik pak al snel mijn camera en ik begon al te filmen. Ja. Op te fotograferen. Dus. En dan ga je dan toch over verder lezen en René was dat op het moment niet aanwezig. Dus dan, gauw als je dan terugkomt, dan ga je hem dan natuurlijk wittigen van, hey god, dit hebben wij allemaal gevonden. Ja. Nou natuurlijk, hartstikke leuk. Ja. Kogels. Ja. Ja, wat is het dan? Hè? Ja. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan een beetje? Dat is heel spannend. Ja. Nou praten wij de hele tijd over een tijdscapsule. Voor onze allerjongste kijkers, wat is het, een tijdscapsule? Hoe moeten we dat zien? Gewoon een gesloten moment. Hè? Capsule, gewoon een moment. Een gebeurtenis. In een bepaald moment. Ja. Dus daarom is dat op die manier... Het is namelijk René's gedachte in dit geval. Ja. Dus ik vermoed dat hij het gewoon bedoelt als een tijdstip in de wereldgeschiedenis. Ja. Daarom capsule. Ja. Oké. En jullie hebben al een aantal hele mooie voorwerpen eruit meegenomen. Je zei net al van, er is ook een fles whisky was er gevonden. Ik geloof dat we daar nog een foto van hebben, dat we daar ook een beetje beeld van bij hebben. Erg mooi. Nou, het leuke ervan is, dat is allemaal in kleine stukjes is dat. Ja. En natuurlijk, we hebben dus de aarde daarom gezeefd. Mm-hmm. En natuurlijk van kleine stukjes, maar we hebben ook kleine stukjes gesp. Wat nog tussen de vondsten lagen. Ja. Ja, en gewoon door het graafje sla je dat over, maar echt door het zeven van de grond is dat allemaal tevoorschijn gekomen. Eierschillen. Ja, want je hebt dus uiteindelijk rondom die capsule heb je nog veel meer de grond nog weg gezeefd, onder andere, om daar nog wat meer uit te halen. Precies. Ja. Oké. Okay. En waarom is die vondst zo bijzonder? Waarom is deze vondst nu zo bijzonder? Ja. het is toch geschiedenis van Bokstol. Het is toch uniek, net zoals de mondspoelwater. Het is nog een fles wat heel is. Er zit nog vloeistof in. Mm-hmm. De veldflessen. Er zijn ook veldflessen gevonden. Ja. Het is toch een gebeurtenis hier. Het is toch uniek. Het is wel duidelijk gevochten in Bokstol, omgeving van Bokstol. Ja. Dus het is wel een stukje geschiedenis. Wat toch een belangrijk gedeelte van de geschiedenis. Ja, wat ze nou ontdekt hebben, dat is wel mooi. Ze hebben een dagboek bij Sint-Charles, dus een oud klooster heeft daar gestaan. Uh-huh. Dus inmiddels is dat weg. Maar die hadden een dagboek bijgehouden en daar bleek dus uit. Wij dachten eigenlijk dat het van de Britse afkomst was. Maar nou bleek het dus ook twee Frans sprekende erbij te zitten. Uh-huh. Dus van daaruit hebben ze nou afgeleid dat er dus ook Canadezen bij zaten. Frans sprekende Canadezen bij de Airborne. Bij de soldaten die dus Bokstol bevrijd hebben. Ja, want dat hebben ze nooit geweten. Ze hebben altijd ervan uitgegaan dat de Britse... Tenminste, wij wisten dat niet. Nou, de kring die ik dan ken, die wisten dat allemaal niet. En daarmee met de vondst van deze capsule is duidelijk geworden dat er wel degelijk Frans sprekende Canadezen ook hier in Bokstol waren. Ja, oké. Okay. Ja.
Op het moment dat je nou zo'n capsule vindt, hè, wie beoordeelt dan wat is en wat de waarde daarvan is en hoe wordt dat gedaan? Nou, er wordt in eerste instantie gekeken, je hebt natuurlijk ieder zijn specialisme. Dus we hebben bepaalde mensen ingeschakeld die wij dan goed kennen. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk de vondsten echt een beetje beoordeeld van wat het is. Mm-hmm. Net zoals de blik uit heemkunde kring ga je dan wittigen. Mm-hmm. Bepaalde mensen die dan echt met militaire bezig zijn. Yeah. Dus we hebben dan de meneer Werner Peters bijvoorbeeld. Dat is zijn hobby ook. Hij weet daar heel veel vanaf. Dus die komt even beoordelen van wat het is. Nou heeft bevallen op het moment ook de patronen, de munitie wat er is. Mm-hmm. Van wat voor soort munitie het was. Mm-hmm. Duits, heel vreemd. Maar okay. Ja. Het is Duits. Maar het schijnt dat ook een bepaalde geweer, mm-hmm. Engels geweer of kanon, ook dat Duits patronen zouden kunnen gebruiken. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus op die manier maakt het allemaal interessant. En ja. Nog steeds een beetje aan het gissen, aan het uitzoeken van precies. Ja. René heeft er ook subsidie van de gemeente voor gekregen. Om dat verder te onderzoeken. Om ja, alles verder te kunnen onderzoeken en er een tentoonstelling van te maken. Nou, ik wou zeggen, dat wilde ik inderdaad vragen. Wordt het er dadelijk ergens voor het publiek opengesteld dat mensen het kunnen gaan zien? Het is in het, mag ik dat zeggen? In het oertijd. Dat het daar is, mag je absoluut zeggen. Okay. En die is eigenlijk afgelopen zaterdag door Maruska, de wethoudster, is die geopend. Ja. Nou hebben jullie het wel net gehad over de munitie ook. Mag je dat zomaar tentoonstellen? Nee. Dat is in een gesloten kast, in een vitrinekast. Ja. Er kan dus niemand bij, zelfs het personeel nog niet. Oké. Okay. En daar is dus een vergunning voor verleend vanuit de politie. Dus politie is daar op de hoogte. Okay. En dat mag dan gewoon. Ja. Ja. Nou, heb je de capsule heb je mogen vinden. Maar dan heb ik begrepen dat die vrij dicht aan het oppervlak eigenlijk lag. Waarom is die dan nooit eerder gevonden? Ja, dat bos is best groot. Maar wij hebben er vroeger nooit iets in gedaan. Toen was het nog van de buren. Okay. Het is pas later bij het museum gekomen. Ja, en dan lopen paarden. Normaal loopt iedereen gewoon over de paarden, maar ik was de hond aan het uitlaten, mm-hmm. En dan loop ik gewoon. Ja, je bent verdwaald. Je mag op de paarden blijven, Koos. Of juist niet natuurlijk, want dan kun je dit soort. Ja, waarom nu pas? Ja, ik weet het niet. Nee. Loop je nou met een ander gezicht door het bos heen? Ben je nou meer zoekende naar. De kuil ligt nog open, ik loop er altijd even naartoe en ik hoop nog altijd iets meer te vinden. Nog iets meer of misschien op een andere locatie binnen het bos. Wie weet wat er verder nog ligt. Ik denk altijd, er moeten twee soldaten bij zijn geweest. Ja. Dus misschien liggen die er ook nog. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Je weet het nooit. Nou, er is in ieder geval de expositie. Dus als mensen het willen gaan bekijken, dan hebben ze die mogelijkheid. Zijn van harte welkom. Nou, helemaal goed. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst en voor de mooie bevindingen die er vanuit zijn gekomen. En in ieder geval dank je wel voor jullie mooie verhaal. Fijn dat wij het hebben mogen vertellen. Nou, graag gedaan. Dank je. We gaan naar Roel en Emiel. Want die zijn weer voor ons op pad geweest. Nou, jongens, waar zijn jullie geweest? Laat maar zien. Op 25 november was het zover. De top 2000 kwam naar Liemde. Liemde bruiste als nooit tevoren. De stembus, met daarin onder andere Gerard Echtendom, werd begeleid door de fanfare Concordia. Ik zie hier stem op de Ploegendoers. Ja, de Ploegendoers is een band van vroeger. En die willen we opnieuw het leven in het... Die speelden aan het hof bij Karel de Grote, toch? Oeh, dat weet ik niet eens. Spelen die aan het hof van Karel de Grote? Ik ben de plaatselijke kapelaan. Ja. Dus ik hoorde hiervan een paar dagen geleden. Dus ik dacht, nou, dan maar een keer extra vroeg uit de veren. Ik heb inderdaad mee achter vervaren gelopen. En hoe voelde dat? Ja, het is wel gezellig. Want hij zei het zo heel mooi als roosthoed, maar toch gezellig. Nou, denk ik, ja. Dat klopt wel. Gerard Ekdom in zekerende machine? Nou ja, als ze het vragen, doe ik het met alle liefde en plezier. Maar wat denkt nou iemand die in Amsterdam wakker wordt en die... Ja, wat een gat. Wat een gat. Ik zag u even richting de veldwachter kijken. Ja. Zag er goed uit. Ik denk, ja, ze maar niet opschrijven.
Ja, oké. Okay. En de Prinsen Carnaval waren ook van de partij. La 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 la. La. Het is niet helemaal hoe het moet, maar ja, wij zijn nog geen zangers natuurlijk. Nee, daar heb ik gehoord. 3, 2, 1. Hier gaat dus gestemd worden. Ja. Maar dan moet toch in een bus met een stukje papier en zo? Nee, dit gaat gewoon via het internet. Kan je het ergens kopen, internet? Of je het ergens kan kopen? Nee, dat is gewoon automatisch. Automatisch? Ja, automatisch, ja, ja, ja. Via satelliet, hè? Satelliet? Ja, ja, ja. Wat is dat voor iets? Kijk, dat is een telefoon. Oh, is dat een telefoon? Ja. Heb je alles van gehoord? Nou. Van een telefoon? Heel modern. Ja. Heeft u ook internet? Ik heb wel een telefoon. Oké, nou. Een bakkeliet, die hangt aan de muur. Oh ja, dat is een mooie. Oude mensen telefoon. Kan het er ook mee? Ik kan het ook mee. Ik vind het een beetje ouderwets met een... Ouderwets? Ja. Hoe bedoel je ouderwets? Met een fanfare en prinsen en ploegadours. Nee, het hoort zo bij het dorp. En nou ja, dit is wat de mensen voelen en denken bij Liemt. Weet je waar het hoefijzer gooien is? Nee, dat weet ik niet. Mariet, weet jij waar het hoefijzer gooien is? Hoefijzer gooien? Nee, ik zou het niet weten. Ben je ook over een half uur bij het spijkerpoepen hier? Oh, begint het hier, het spijkerpoepen? Oh, daar heb ik verkeerde kleding aan. Misschien dat ik erbij ben. Als het over een half uur is, ben ik erbij. Met het hoefijzer gooien wat we hier doen, dat is een los hoefijzer. Je zet een paaltje ergens neer en van een afstand probeer je daar het hoefijzer omheen te gooien. Dat is alleen maar hoefijzer gooien, meer niet. Houden wij van, hè? Gewoon ouderwets. Toch? Dan mis ik de veldwachter. Nou, die zou je misschien wel kunnen missen, ja. Ja, en als je zulke opmerkingen maakt, zou je de veldwachter best eens achter je aan kunnen krijgen. Beetje respect voor de veldwachter, hè? Ja. Geen appeltjes stelen uit de bomen, hè? Denk erom, ik zeg het tegen de burgemeester, hè? Ja. Ja, ik word hier echt al ontzettend aan het werk gezet. Ik sta naast Penny Simons. En het is nog hard werk ook nog. Ik krijg hem er gewoon niet uit. Moet niet gekker worden. Ik heb een mes hoor. Oh, helemaal goed. Helemaal goed. Goed, ik ga er daar mee verder. Ja? Penny, hi. Leuk dat je er bent. Ja, welkom. Van oplage 12. Ja. Jij gaat ons vanavond laten zien hoe je nou heel eenvoudig leuke surprises maakt. Gaan we best doen. Ja. Wat gaan we, want laten we wel wezen, ik word gewoon aan het werk gezet. Wat gaan we vanavond maken? Nou, jij bent al bezig met een kauwgombalmachine te maken. Oh, ja. Dus ik heb al een terracotta potje ondersteboven gezet en geverfd. Die is aan het drogen. Ja. Jij vult die en dan laat ik zien hoe ik die straks in elkaar zet. Oké. Okay. Ondertussen ga ik ook nog een cactus maken. Ja. En hier heb ik ook een kip, die wil ik ook nog proberen te maken in de uitzending. En geweldig leuk. Ja. Nou, geef jij ook workshops en zo, hè? Weet ik toevallig. Ja. En, maar dan moeten mensen, want het maakt een heleboel herrie. Dan moeten mensen natuurlijk een surprise gaan maken. Wat geef je mensen als tip mee, zo van, als je een surprise moet maken? Zo van, ja, hoe begin je? Op tijd. Dat is lijkt me best een heel zinnig iets, ja. En een plan maken. En wat eigenlijk persoonlijk vind ik het leuker als mensen gewoon echt gaan nadenken. Echt op een papiertje gaan een paar steekwoorden zetten. Van houd van tennis, doe dit, doe dat, vind dit leuk. Ja. En gaandeweg ga je wat ideeën krijgen. Okay. En dan kun je dat een beetje gaan vormen. Ja. En dan kun je eens gaan kijken naar materialen die voorhanden zijn. Tegenwoordig zijn er steeds meer materialen. Hè? Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld zo'n grote styropoorbal. Nou ja, als je snel en makkelijk wil, is this the way to go, zeg maar. Daar kun je heel veel dingen mee. Ik heb er daar een barbecue mee gemaakt. Ja. Hier een Napoleonsnoepje. Dit is gewoon snel klaar. Ja, nee, dat is... Ja, oké. Okay. En voor de rest, wat ik heel belangrijk vind, is persoonlijke cadeautjes. Hè? Dus steek er een beetje moeite in. Ja. Doe een beetje je best. Ja. En dan ben je al heel ver. En, Maar mensen denken altijd heel erg zo van, oh, dat kost me uren en uren en uren. Dat kan. Maar dat hoeft niet. Nee, precies. Maar dat hoeft niet. We zijn op zoek naar als je nou... Want hoe lang ben je bijvoorbeeld bezig dadelijk uiteindelijk om deze kauwgomballenautomaat te creëren? Ik denk als ik hem zelf aan het maken ben, 20 minuten ben ik klaar. Ja, het heel eenvoudig eigenlijk hoe je het maakt. En eigenlijk is dat die kip, ben je in misschien wel 10 minuten klaar. Oké. Okay. Dus leuk. Ja.
Ja, dus nee, wat dat betreft kun je alle kanten op inderdaad. Ja, oké, nou helemaal goed, helemaal goed. Er wordt te heftig gezet. We doen het gewoon even. Je microfoon is... Oh, mijn microfoon. Ja, ja, dat kan gebeuren. Live, hè. Heb je wel eens. Nee, helemaal goed. Dan ben je in ieder geval weer hoorbaar. Dat is misschien ook wel. Dat is handig. Hartstikke fijn. Helemaal goed. Je zegt al van allerlei soorten materialen. Ja. Zijn er dan materialen waarvan je denkt zo van nou, hè, dat is echt het makkelijkste om daarmee te werken? Nou, wat ik echt onmisbaar vind, is een lijmpistool. Okay. Investeer in een goede lijmpistool. Yeah. Ja, goede hoeft niet eens. Je hebt het tegenwoordig voor een paar euro. Yeah. En dat scheelt zoveel tijd. Okay. Als je iets gaat plakken met een prit of met een ander lijm en het pakt niet, en het levert heel veel frustratie op. Yeah. Yeah. Een lijmpistool, je bent heel snel klaar. En voor de rest, ja, materialen. Ja, ik hou zelf veel van papier. Maar ja, dit is ook een heel fijn materiaal als foam. Mm-hmm. Ben je ook heel snel klaar, maar is wat duurder. En dat is vaak zo, als je materialen wil hebben die snel klaar zijn, betaal je wel net wat meer. Dus als je op tijd begint, dan kun je met je papiermaché en met alle andere mogelijkheden. Oké, helemaal dus goed. Dus Nee, helemaal leuk. Oké, we gaan dus daar de kauwgomballenautomaat nog zien. Ja. En je gaat hier nog een cactus creëren. Ja. En misschien nog even een stukje kalkoen. Ja. Oké, helemaal goed. We gaan naar de vlog van Frans, want ook die heeft vandaag deze week voor ons weer iets moois gemaakt. Start er maar in, jongens. Vandaag mijn vlog voor Omroep Dommeland, Frans natuurlijk, over het Dal van de Beerzen. Het is althans een klein stukje, maar dit is wel het mooie stukje wat dus onlangs hermeanderd is. Oftewel, de bochten zijn weer teruggelegd in het prachtige riviertje de Beerzen. Waterschap de Dommel stond hiervoor aan de lat, is ook de organisatie die dat zeg maar bewerkstelligde. En Natuurmomenten heeft dit gebied nu in eigendom gekregen. Ik laat dus een heel klein stukje van deze prachtige omgeving zien. Ja, en ook dit is Bokstel. Hè. Bokstel heeft fantastisch mooie plekjes. En nou ja, het waterschap heeft hier iets fantastisch moois ontwikkeld. Een heel mooi meanderende beerzen met langs prachtige oevers waar bloemrijke bermen zijn en waar veel dieren van kunnen genieten. Je kunt er in de buurt gaan wandelen en je mag ook af en toe wat dichter bij die beerzen gaan kijken. Hoe mooi die beerzen slingen door dit mooie Bokstelse landschap. Wat we hebben in elkaar zetten. Ja. Goed. Ja, we gaan gewoon even knutselen rustig verder. Maar jij gaat nu even laten zien hoe je de kauwgomballenautomaat verder creëert. Ja, ga ik doen. Helemaal goed. Ik blijf gewoon bijstaan. Kijk gewoon op je vingers bij. Het is helemaal goed hoor. Ik ben het gewend. Oké, okay. Heel goed. Nou ja, in feite, deze plastic balletjes die kun je ook gewoon makkelijk kopen. Hè? Ja. Nou, je stopt er wat kauwgomballen in. Heb jij net gedaan. Precies. Hadden dan, er wat meer mogen zijn, maar ja. Ta-ta-ta-ta. Een klein pistool, yo. Ja, nou ja, wat ik hier ga doen is eigenlijk gewoon heel veel lijm eronder zetten. Ja. Yeah. En zorgen dat het puntje in het gaatje komt. Oké. Okay. Ja. Dus even flink. Even flinke dot inderdaad, dat hij niet bij het vervoeren naar de Sint losschiet. Ja. Nou, geniaal toch? Maar we zijn er nog niet hoor. Oh, zijn we er nog niet? We zijn er nog niet. Oké. Okay. Lang leven de cola dopjes. Ja. Kijk. Want dan is hij af. Hey. Zo is hij straks af, ja. Ja. En dan kun je natuurlijk ook, als je meer details wil, kun je nog een papiertje hier maken met voor zoveel cent. En je kunt, zo gedetailleerd willen als je wil. Ja. Maar eigenlijk heb je al vrij snel een makkelijke surprise. Ja, inderdaad. En het cadeautje stop je hier aan de onderkant van de terracotta pot. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je het cadeautje koopt. Ja. En dat is eigenlijk ook, terugkomend op toe straks, als je een surprise gaat maken, plan hem om je cadeau heen. Ja, want als je zo'n cadeau hebt, dan gaat hij er niet in passen. Dan kun je beter de cavia maken. De cavia is flink. Ja. Ja. En dan kun je ook veel meer onder verstoppen. Ja. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden bij het maken van je surprise. Goeie tips. Nou hè? Goeie tips, helemaal goed. Wij komen straks nog even bij jou terug en dan knutselen we het verder. Want we gaan namelijk naar de mensen van... Top 2000. Oh, ik moet hier eventjes achter door. Oh, ik praat ondertussen gewoon verder. Hè? Dat snappen jullie al. Even kijken. We zijn er bijna. Goed. Oké. Okay. Want
op... welke camera zit ik, jongens? Op camera die? Camera? Ja. Op 25 november was de aftrap in Liemt. En daar werd het startschot gegeven voor de top 2000. De grote aanstichter van dit feestje was Yvonne. Of is Yvonne, moet ik eigenlijk zeggen. Je bent er nog steeds. En samen met vlogger Lars zijn jullie vanavond hier. Zijn ze bij mij op de bank. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Yvonne, hoe is het zo allemaal gekomen dat ineens daar de top 2000 in Liemt stond? Nou, een paar weken geleden zag ik een oproepje voorbij komen via Facebook dat ze vanuit Radio 2 een leuke plek zochten om die bus te laten komen om de stemweek te laten openen. Toen dacht ik, goh, ja, dat is in Liemt nog niet geweest, dus laten we dat eens proberen. Ja. En toen bleken we bij de laatste 15 te zitten, dus er hadden meer mensen op Liemt gestemd. Uh-huh. En ja, toen ging het ineens allemaal heel snel en werden we uitverkozen. Ja, want he, dan hoor je dat er zo'n oproep wordt geplaatst en dan stuur je een mailtje of dan stuur je... Ja, ik had een heel leuk berichtje gestuurd over wat er allemaal in Liemt te doen was en dat we heel veel kerstverlichting hebben hangen en de kripkesroute en zo had ik van alles opgenoemd. Ja. En misschien is dat opgevallen. Ja, dat is zeker opgevallen, want ja. Uiteindelijk heeft het er natuurlijk gestaan. Heb jij nou veel reacties gekregen toen je die oproep hebt geplaatst? Ja, mijn Facebook is wel een paar weken een beetje ontploft, zeg maar. En verder alleen maar leuke reacties hoor je overal. Als ik de hond uitlaat of in de supermarkt ben, overal. Ja, ja. Goed man. Is op een gegeven moment de finale geweest. Hoe heb jij het te horen gekregen dat jullie überhaupt, dat Liemt überhaupt in de finale zat? Nou, we wisten dat op vrijdagmiddag bij Wouter van der Goes in de uitzending bekend zou worden gemaakt. Mm-hmm. En toen had ik al tegen Ad van het Wapen van Liemt gezegd van, goh, is het niet leuk als we met z'n allen gaan luisteren naar de radio, want anders zit ik alleen thuis en dan hoor ik dat we door zijn en dan zit ik daar. Ja. Ik zeg, dan maken we er gewoon een soort van vrijdagmiddagborrel van en... Ja, jullie waren erbij toen klopt, het bekend inderdaad. Werd gemaakt. Ja, dat klopt inderdaad. Daar gaan we straks ook nog even een stukje van kijken inderdaad. Hoeveel mensen hebben er nou uiteindelijk gestemd? Op Liemt durf ik niet te zeggen. Volgens mij is er in de totaliteit iets van 55.000 keer gestemd. 55.000 keer in totaliteit. Ja, zeg maar, ik weet niet. Ik denk niet dat er alleen op Liemt is geweest. Nee. Nou ja, zou zomaar kunnen. Ja. Je weet het natuurlijk niet. Nee, helemaal goed. Lars, jij was al eerder bij ons te gast. Ja. Waarom was dat? Ik had in een film gespeeld en die heeft een Emmy gewonnen. Kijk. En ja, nog een paar keer eerder omdat ik gewoon al de eerste keer was gewoon voor die film. Ja. Yeah. En daarna voor de prijzen die won. Kijk. Dus je bent niet voor het eerst in onze warme studio. Mm-hmm. Hey, je bent vlogger. Kun je uitleggen wat dat betekent? Wat dat is? Ik weet niet of mensen thuis het woord bloggen kennen. Maar dat is dat je een verhaaltje schrijft en dat je dat op een website zet. Mm-hmm. En het verhaaltje gaat over wat je die dag of die week of misschien die maand zelfs hebt meegemaakt. Yeah. En vloggen staat voor videobloggen. Dus je doet precies hetzelfde, maar dan met een camera. Een camera. En hoe lang doe je dat al? Ik heb nou 7 video's gemaakt. 7 video's gemaakt. En in samenwerking met Spil. En dat is een organisatie, een vrijwillige organisatie die in Liemde zorgt voor activiteiten en zo. Oké. En hoe heb jij het meegekregen dat het rondom de top 2000 helemaal happening ging zijn? Ja, natuurlijk. Yvonne weer met de Facebook. En dat werd massaal gedeeld, dus je kon er gewoon niet langs. Als je op Facebook kwam, dan zag je het meteen al. Yeah. En deze Reve Laarhoven, die zorgt ervoor dat ik ergens op locatie ben en zo. Okay. Die appte mij meteen van, ja Lars, je moet daar echt naartoe. Vrijdagmiddag moet je daar zijn. Toen was er al bij de bekendmaking. Toen was ik al bij de bekendmaking. Ja. Helemaal niet voorbereid of zo, maar doe ik meestal niet zo heel erg veel. Nee. Maar was heel erg onverwachts. We gaan kijken naar het interview wat jij gehad hebt. Dus, of in ieder geval de vlog die je gemaakt hebt. Daar gaan we naar kijken. Welkom bij Lars het Gast van Liemde. En vandaag wordt bekend of de Top 2000 Stemweek in Liemde gaat starten. Vandaag Gerard Ekdom, dat is een radio DJ, komt misschien naar Liemde om de top 2000 te openen. En daarover wordt nu gestemd. En dan wordt het om 5:45 wordt het bekend in het wapen. En...
2000 Stemweek begint in Liemde. Als je deze video leuk vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je graag de volgende keer. Super leuk om te zien natuurlijk. Wat ging er bij jullie door jullie heen op het moment dat je dan hoort dat Liemde is uitgekozen als de plek waar de aftrap gaat gebeuren? Wat gaat er dan door je heen, Yvonne? Ja, super blij, super leuk natuurlijk. En zo komt ook weer onder de aandacht dat er ook gewoon gestemd kan worden op je favoriete muziek. Ja. Daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Ja, zeker. Ik ben een beetje opgegroeid met de top 2000, dus ja. Ik wil hem daar natuurlijk ook gewoon meegeven en iedereen. Ja, ja, het is gewoon super leuk. Helemaal goed. En Lars, waar had jij zoiets van? Hoe heb jij die avond beleefd? Ja, ik was voornamelijk gewoon aan het vloggen. Ja. En ik was wel heel erg van, als het nou naar Liemde komt, dat is wel heel erg leuk voor het YouTube-kanaal en voor Liemde zelf ook. En dat, dat Liemde echt onder de aandacht weer komt. Mm-hmm. En gewoon echt op de kaart zetten. Want dat is ook het doel van mijn YouTube-kanaal, dat de mensen naar Liemde gaan komen. Ja. Heb jij nou nog een want nou goed, hè, dit was de avond waarop bekend werd dat het naar Liemde zou komen. Uiteindelijk is het naar Liemde gekomen, afgelopen vrijdag. Heb jij nog een interview met Gerard Ekdom gehad? Nou, die was gepland. Oké, die was gepland, dat klinkt hoopvol. Ik mocht om 7:30 ochtends, ik ben om 6:00 opgestaan, ik mocht om 7:30 ochtends, mocht ik bij hem in de bus. Yeah. Zou ik een interview hebben, zou ik mee naar het plein hebben gereden. Yeah. Maar daar is allemaal niks van gekomen. Omdat? Ja, de speel, dus die organisatie, die had dat allemaal geregeld en dat werd op het laatste moment gewoon afgeblazen omdat ze een eigen agenda hadden, zeiden ze. Oké, ja. Ja, er moet in hun programma natuurlijk ook heel veel gebeuren en mm-hmm. Er was van alles rondomheen gepland, maar je heb je dan toch een beetje te houden aan wat ze zelf willen. Ja. Yvonne, toen de uitslag bekendgemaakt wordt, dan moest er natuurlijk best wel een heleboel nog georganiseerd worden om het dan daadwerkelijk ook in Liem te laten plaatsvinden. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, al vrijwel snel in de kroeg zelfs diezelfde avond is er al een WhatsApp-groep ontstaan en als er in Liemt iets te doen is, dan staan er zoveel vrijwilligers klaar die ik bij deze ook echt nog ontzettend wil bedanken. Want zonder die mensen krijg je dit niet voor elkaar. Heel mooi. Ja, zeker. En dan, het een en ander moet georganiseerd worden. Uiteindelijk is die dag zelf daar. Hoe gaat zo'n dag dan? Hoe ziet die eruit? Vroeg uit weren? Vroeg opstaan. En toen ik bij het Wapen van Liemt aankwam, toen stonden daar allemaal hele gezellige kraampjes en kacheltjes en iedereen was in de weer om de chocomel warm te krijgen, zeg maar. En dan voel je al die spanning een beetje opkomen. We konden de bus ook live volgen met televisies. Dus we waren van alles op de hoogte. Ja, leuk. We zijn met Omroep Dommeland ook langs geweest. Daar gaan we ook heel even naar kijken, want daar hebben we ook nog een verslagje van. We gaan het hele land door, maar vandaag trappen wij af in Liemt. We zijn dus genaaid de hele week. Ik verwacht een spektakel voor de gemeente Liemde-Boksel, dat we dadelijk 4 uur live op de radio zijn. Beter kan niet. Nou, oké, hier is de bus dan. Ja, nou als je al die camera's ziet is het toch wel een beetje een gekkenhuis, maar ik vind het gewoon leuk voor de mensen en dadelijk gewoon allemaal gaan stemmen, hè? Daarvoor zijn ze hier. Gerard, wat is jouw eerste indruk van Liemte? Want ik hoorde vanmorgen dat er gezegd werd Liemde, maar zo schrijf je het, maar het is Liemte. Ik heb het vanmorgen uiteindelijk uit de wereld geholpen, want ik kwam erachter dat iedereen het hele week verkeerd zei. Dus ik had gisteren iemand in mijn omgeving, die komt hier vandaan, die zei, hey joh, het is Liemte. Echt waar? Het is Liemt, niet Liemte. Oh, oké. Okay. Dus we hebben dat vanmorgen rechtgezet. Want het is zover. Editie 2016 van de Top 2000 Stemweek gaat over 10 seconden. We zetten het al uit. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Het is gelopen, mensen. Radio2.nl. Top 2000, welke platen moeten er... Ja, we krijgen hier allemaal hele spannende verhalen. Die zullen we niet uit de doeken doen, die zullen we voor ons houden. Je hebt samen met Gerard het mogen openen. Heb je hem verder nog gesproken? Gerard eigenlijk heel weinig. Maar met Bart Arens heb ik nog gebabbeld in de bus, zeg maar. Nou, Wouter van der Goes heeft me zelfs een rondleiding in de bus gegeven. Oké. Ja, Gerard was eigenlijk druk met de rest van Liemt.
Want iedereen wilde met hem op de foto. Ja, dus je, eigenlijk heb je van hem niet echt meegekregen wat hij nou van Liemt verder vond? Ja, wel via radio. Okay. Ja. En wat waren zijn reacties over het dorp? Nou, eigenlijk was iedereen wel heel enthousiast. Wouter van der Goes snapte niet dat hij voor zijn koffie niks hoefde te betalen. En hij zegt, ik kom hier wonen. Ik zei, ja, je bent welkom. Ja, precies. Ja, ja precies. Komt erbij. Komt erbij. Ze waren allemaal heel enthousiast en ja, dat is leuk. Ja, zeker, zeker. Nou, zoals in het filmpje van Ron en Miel te zien is, hebben jullie Liemt op de kaart gezet. Maar werd er ook wel aangegeven dat het een beetje stoffiger allemaal was. En dat het wel wat hipper en moderner had gemogen. Ja, hè, je krijgt de fanfare en de ploegen. Ik ga dat nooit goed uitspreken. De ploegendoers. Precies, die wordt over gesproken. Wat vind jij daar nou van, dat op die manier dat mensen dat vinden? Ja, niet terecht, want ik bedoel, de fanfare speelt daar wel gewoon even de tune van de top 2000. Ja. Dat hebben ze ook maar gewoon in een paar dagen tijd even neergezet en ik vind dat gewoon super gaaf. Ja. Dus, is het zeker ook, is het zeker ook. Ja. Heb je, mensen kunnen nu gaan stemmen voor de top 2000. Heb jij zelf al gestemd? Ik ben er vandaag de hele dag mee bezig geweest. De hele dag zelf? Ja, ja, dat duurt bij mij gewoon even, want dan eentje weer erin en die is toch weer leuker. Dus ja, dat is gewoon een dagtaak. Oké, okay. En welk nummer, wat zeg je nou van, nou dat is echt nummer, dat moest er gewoon in. Ja, sowieso iets van Bruce natuurlijk, dat had ik op de radio ook al gezegd. Maar ik ben fan van U2, Robbie Williams. Het gaat eigenlijk heel divers. Ja. Rauw en Herzen vind ik ook leuk. Ja. Dus alles wat ertussen zit. Alles wat ertussen zit, ja. Dat klinkt goed. En jij, Lars, heb jij al gestemd? Nou, ik zit net te denken. Ik heb echt niet gestemd. Sowieso de ploegendoers. Ik ga wel stemmen hoor. De ploegendoers, die doe ik er dan wel in. En, ja. En voor de rest, ik ken eigenlijk helemaal niet dat soort muziek of zo. Daar ben ik... En je mag ook hippe muziek. Ja, nou dan doe ik Justin Bieber of zo. Precies, Justin als jij Justin Bieber graag in de top 2000 wil hebben, gewoon stemmen. Gewoon stemmen. Maar de ploegendoers sowieso. Want iedereen daar, mag op Des de Kunst stemmen van de ploegendoers. En dan hopen we hem in de top 2000 te krijgen. Ja, het zou echt geniaal zijn, hè? Ja. En de top 2000, de aftrap naar Liemt. En dan ook nog Liemt Band in de top 2000. Dat zou wel geniaal zijn. Ja. Vooral al jouw vrienden en bekenden. En de jeugd activeren, motiveren. Huppakee. Ja. Die zijn snel met social media ook nog. Dus ook een taak voor jou weggelegd. Als jullie nou terugkijken op het hele gebeuren, hè? Met wat voor gevoel kijk je terug? Met wat voor, waar kijk je het liefst op terug? Of? Nou, alle foto's, filmpjes, alles is gewoon superleuk om terug te zien. En je hoort nog steeds hele leuke reacties. En ik vind het gewoon voor het dorp heel leuk dat iedereen erbij was en dat er een superleuke ochtend is geweest. Ja. Nou ja, en zo straks zei je het al van alle vrijwilligers die zich ontzettend hebben ingezet. Ja. Super goed gedaan allemaal. Ja. Nou, jullie in ieder geval heel hartelijk bedankt voor het komen, voor het vertellen. En dat de ploegendoers dan ook maar gewoon in de top 2000 mogen komen. Heb je trouwens, even heel snel nog, heb je een enig idee hoeveel stemmen er eigenlijk nodig zijn om ze te laten binnenkomen? Is dat bekend? Geen idee. Nee. Het is allemaal stemmen gewoon. Dus gewoon iedereen allemaal stemmen. Iedere stem is nodig. Ja. Helemaal goed. Oké, okay. Dank jullie wel. Graag gedaan. Goed. Wij gaan, ik ga nog eventjes terug naar Penny. Even kijken wat ze gemaakt heeft. Even kijken. Ik moet even zorgen dat ik niks omver loop. Hè. Nee, ja, precies. Precies, ja. En ik wil ook niks omstoten. Ja, precies. Goed, vertel. Die is in feite klaar. Die is in feite klaar. En dan, wat ben je aan het maken Ik ben nu deze een cactus maken aan het maken. Geweldig leuk. Geweldig leuk. Oké. Okay. Dus ja, eigenlijk kun je ook hier weer het cadeautje aan de andere kant verstoppen. Ja. Yeah. Yeah. En dan pak je een oaseblok en die ga je een beetje in een cactusachtige vorm snijden. Ja. Yeah. Helaas kun je die alleen in een standaard maat krijgen. Dus tenminste, ik heb ze nog niet groot kunnen vinden, want dan zou ik echt een hele grote cactus willen maken. Dan moest ik inderdaad gelijk aan denken met van die zijtakken. Ja, van die uitstekende armpjes. Ja. Maar ik heb het nog niet gevonden gekregen, maar ik ga nog verder zoeken. Ja, dan zou je eigenlijk zo'n blok, een kwartslag moeten draaien en daar gewoon twee blokken bovenop plakken. En dan zie je het wel, dat die twee blokken aan elkaar vastzitten. Dat vind ik zelf niet zo mooi. Daar heb je ook wel weer een punt. En de lijmpistool zelfs hecht niet zo goed op dit spul. Oh, dus dat is een beetje jammer. Ja. Dus maar in feite stop ik er wat bruin tissuepapier onder. Dat een beetje de modder moet
een beetje op modder moet lijken. Ja. Frot ik boven het cadeautje erin. En dan even vastmaken, zover mogelijk. En dan tandenstokers door midden. En erin en steken. En dan niet allemaal heel recht, want een cactus heeft ook een beetje scheefstaande. Ja, nee, zeker waar. Ja. Waar haal jij nou het meeste van jouw spullen vandaan, zeg maar? Want er staat echt van alles wat. Ja. Ik kan me voorstellen dat je en naar de bouwmarkt gaat en naar het tuincentrum. Ja, ja en sommige dingen heb ik, omdat ik zelf die workshops geef, heb ik ook sommige dingen al in de winkel staan. Oké. Die ik anders ook gebruik, of restanten uit oud papier. Ik kan wat dat betreft ook heel moeilijk dingen weggooien. Dat is misschien wel gunstig in jouw vak. Soms wel, soms ook weer niet. Ja. Maar net zoals dopjes. Ja, een dopje van een die had ik ooit bewaard voor een ander project. Nee. Nou, die hebben we uiteindelijk niet gebruikt, dus ik heb thuis een bak met dopjes staan. Ja. En die, ja, ik merk, ja, je moet gewoon op een andere manier naar spulletjes gaan kijken. Ja. Meer naar de vormen kijken en op een gegeven moment ga je vanzelf wel dingen ermee bedenken. Ja, want dat is een beetje mijn idee. Mijn vraag inderdaad, zo van waar haal je de inspiratie vandaan? Om dit inderdaad zo te creëren. Weet je, kijk, als ik iets ga bedenken, dan hou ik het altijd heel basic. Maar op het moment, maar dit is ook heel basic. Maar het is heel basic. Hoe kom je op het idee? Nou, eerst ga ik gewoon een beetje zitten brainstormen. Je wil ook iets wat nog niet heel vaak gedaan wordt. Ja. Je hebt tegenwoordig die pokeball. Nou, die wordt heel vaak al jaren gemaakt. Ja. Je wil toch iets een beetje hips. Ja. Nou, cactussen zijn in. Ja. Nog steeds tenminste. Ja, ja, zeker. Ik zit op het randje. Ja. Maar hoe maak je een cactus? En dan ga ik denken, ja, papier-mâché, ja, nou, dat is een hoop gedoe. Dus mm-hmm. Dan toch maar niet. En op die manier, op een gegeven moment borduur je verder. En anders is Pinterest een hele goede bron. Een hele goede site om te kijken. Ja, ja, zeker bekend, zeker bekend. Ja. Helemaal goed. Oké, je had het er net nog heel even over, want je bent ondertussen met die bezig. Maar ik ben namelijk eigenlijk heel erg benieuwd hoe je die creëert. Ja, zal ik kunnen die, want jij zegt, dat zou je heel rap moeten kunnen doen. Of vraag ik je nou het uiterste? Nee, dan moet je het ook gewoon eerlijk moet zeggen. Moet ik even het papier pakken. Even kijken waar ik alles heb liggen. Ja, we doen het. Komt goed. Nou, in feite ga je een zak maken. Ja. Nou, kun je natuurlijk ook een kant-en-klare bruine papieren zak hebben. Die heb ik niet. Ik heb mijn inpakpapier. Als we het doen, doen we het gewoon gewoon een beetje impro. Precies. Nou ja, dus ik maak er een zak van met mijn lijmpistool. Natuurlijk. Who else? Dus als je een lijmpistool promoot, dan is het wel goed om hier ook eventjes... Ik zou eigenlijk gewoon aandelen in de lijmpistool moeten hebben. Ja, precies. Dus eigenlijk ga je gewoon een zak maken. Ja. En die ga je met je cadeau vullen. Oké, ja. En hier heb ik daar ook wat krantenfrotten, frotte kranten erin gestopt. Ja. En dan ga je hem dichtvouwen. En aan de ene kant vouw je hem gewoon dicht, de zak. Ja. Maar aan de bovenkant, dit stukje, maak je hem net wat smaller. Dus ga je hem iets tapser vouwen. Ja. Tapser bestaat dat? Ja, ik snap wat je bedoelt. Wat spits toe. En voor de pootjes ga je straks ook frommelen. Maar ik probeer het snel te doen. Ja. En dan... we snappen dat het normaal gesproken, je zegt net 10 minuten, we hebben er nu geen 10 minuten voor. Dat snappen de kijkers thuis ook. Dus het is om een idee te krijgen van hoe kun je zoiets op een mooie, leuke manier creëren. Kijk. Au, het is heet. Oh. Het is gevaarlijk dit. Het is ook hete nog. Lijmpistool ook nog. Gevaarlijk gewoon. Ja, ik heb ervoor over. dat is je zak. Stop je cadeautje erin. Ja. En dan krantenpapier. Oh, ik sta er weg. Hier, maak maar wat kapot. Ja. Ik word gelijk aan het werk gezet. Moet niet gek worden. Nog een beetje meer? Ja. Hij moet een beetje een dikke kip zijn. Ja, dat is wel. Een beetje de moeite waard zijn om in de oven te stoppen. Ja, precies. Ja, maar er moet ook dus nog ruimte blijven voor het cadeau. Ja, dus het cadeau zou er in feite nu al erin zitten. Ja. Nou, dan vouw je hem een beetje... Wat beetje spitser dicht. Toe. Ja, wat spitser. Ja. Dan ga je hem ook weer lijmen. Ja, hoe eenvoudig kun je het hebben? Geweldig. Ja, het is echt heel simpel. Ja. Ik weet, in Amerika gebruiken ze dit rond Thanksgiving. En dan vullen ze niet met kranten, maar met popcorn. Oh, en dan zetten ze dat op de kindertafel neer. En dan kunnen het kinderen wat popcorn. Leuk. Dus deze heb ik echt een beetje afgekeken, hoor. Maar dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon leuk. Oh, kijk. Oh, de lampjes stilgeven.
Nee, we willen nu ook snel. Au, au, au. Oh, nee, kijk uit. Kijk uit. Snel, ja, we willen snel, nu ook snel. Maar we hebben, wat dat betreft, hebben we ook tijd. Het is, jij hebt tijd, we hebben nog tijd. Ik kijk, dan ga ik even rustig. En, dan gaan we even zen, gaan we er gewoon. Hou ik mijn vingers misschien heel. Graag. Morgen weer werken. Ja, precies. Nou. Nou, normaal zou het dus netter zal ik hem zijn. Gewoon iets, dan hou ik hem even een beetje dicht. Hou jij hem een beetje dicht. In de hoop dat ik mijn vingers niet verbrand. En dan ga ik even de kippenpoten maken. Het is echt heel heet. Ja, dan ga jij de poten maken. Ja, ga ik de kippenpoten maken. Nou, ook daar zou je dus van die kleine zakjes voor kunnen gebruiken. En ja, ik heb die niet. Dus nee, ik maak die. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk een beetje lui. Dan ga ik geen zakje maken. Oké. Maar dan stop ik mijn hand zo erin. Ja. Dan maak ik een soort... Ja, je ziet al een beetje de ronding, ja, hè? Ja. En dan het uiteinde die draai ik een beetje. Oh ja. Dan heb je eigenlijk al een beetje een kippenpoot. En dan maak ik hem aan de ene kant hol. Ja. En hier ga ik straks dus vastlijmen aan die. Oké. Okay. Maar dan is dit nog niet mooi. Dus dan moeten we nog zo'n wit toefje opmaken. Oh, zo. Ja. Ja. Dus ja, nou, simpel kan niet. Helemaal goed. Jij maakte hem nog eventjes af samen met de cactus. Dan komen we straks nog heel even bij je terug. Even nog, dit is wel echte boerenkool. Boerenkool, hè? Ja. Dus niet, ook, dus niet uit eigen tuin. Niet uit eigen tuin. Ja, maar ik kom straks nog even bij je terug. Dan zien we het complete eindresultaat. Ga ik verder. Ga ik namelijk naar mijn volgende gast. Oh jee. Zo, die kant op. Goed, even kijken. Goedenavond. Hallo. Zo, ja. Want bij mij op de bank is aangeschoven Christian. Zeg goed. En, straks gaf ik het al heel even aan. Vanuit de redactie zijn ze Christian tegengekomen. En omdat jij al 2 maanden in een tent slaapt buiten. En wat ik begrepen heb, is daar heeft Omroep Brabant daar ook aandacht aan geschonken. En mensen van de redactie, ze hebben met jou contact gelegd. En we willen heel graag het verhaal horen van hoe komt het erop uit dat iemand in een tent moet slapen al 2 maanden met deze barre omstandigheden. Dus kun jij iets vertellen van hoe je... Ik kan er iets van vertellen. Het is op zich wel een redelijk, meer om zo kort mogelijk te houden. Ja. Op een gegeven moment, een jaar of 3, 4 geleden ben ik gescheiden. Dus mijn kinderen zijn, heb ik in het huis gelaten waar ze bij hun moeder woonden. Ja. Ik ben zelf met de camper rondgaan tot ik iets anders had. Ja. De camper is op zich geen succes geworden, want van de ene plek naar de andere plek weggestuurd. Ja. Toen zag ik in de krant een kamer te huren in Boksel. Mm-hmm. En daar heb ik op gereageerd. Die kamer heb ik gekregen. Dat was bij de Leijer in de Van Hoornstraat. Oké. Okay. Daar ben ik gaan wonen. Yeah. En daar kwam ik tot de conclusie dat er een hoop dingen niet klopten. Dingen niet veilig waren. Dus ik ben aan het bellen gaan trekken. En daar waren ze niet zo blij mee. Nee. Dus je zegt de Leijer. Ja. Dat is de familie de Leijer? Ja, van de drankhandel. Van de drankhandel. Oké, ja. Okay, yeah. Ja. Dus die waren er niet zo blij mee. Nee. Ze hebben allerlei dingen geprobeerd om me eruit te krijgen. Ze hebben bij de politie allerlei dingen neergelegd. Ik heb een rechtszaak erover gehad. Oké. Okay. Ik ben daar, hun zijn bijna, mag niet, maar het scheelde niet veel. Dus ik heb daar vrijspraak naar mijn kant toe gehad. Ja. Even nog een keer. Even, je bent in die woning gekomen. In die kamer gekomen, daar bleek het een en ander niet in orde te zijn. Ja. En jij hebt hoe ben je dan bij die rechtszaak terechtgekomen? Nou, we hebben begonnen voor het gerecht dat ze me eruit wilden hebben, dat ik een slechte huurder was. Zij hebben jou voor het gerecht gedaagd? Ja, gedaagd, zeg maar, om aan te tonen dat ik een slechte huurder was. Ze hebben allerlei dingen uit de kast geprobeerd te halen die niet geargumenteerd zijn, waar geen processen verbalen voor zijn, maar gewoon allerlei dingen uit de duim gezogen. Oké. Okay. Dus daar hebben ze op een gegeven moment die rechtszaak geweest. Daar heb ik mijn hele verhaal uitgelegd en hoe dat het in heel veel kunnen stil zat. Yeah. En dan heeft die rechter mij ook overkomen gelijk gegeven dat dingen moesten gaan veranderen. Want de Van Hoornstraat, ik weet niet of mijn informatie dan helemaal correct is, maar uiteindelijk de woningen van de Van Hoornstraat, die worden als goed is vernieuwd.
Dus de mensen die daarin wonen zouden allemaal een nieuwe onderkomen moeten zoeken. Behalve dat van de Leijen, want dan komt op de richting Tongeren. Ja. Dan komt er op de kruising komt een fietstunnel. Oké, op die manier. En dat is de reden dat ze mij er ook, want ik wist te veel, dus ik wou ze een vlucht mogelijk eruit hebben. Want dan zal het nog een probleem, dat wisten ze ook natuurlijk wel. Ja. Dus die fietstunnel komt er gewoon. Ja. Dus daarom, dat was denk ik de reden voor mij dat ze hem eruit wilden krijgen. Dat is niet gelukt op die manier in ieder geval, met de eerste rechtszaak. Oké. Toen hadden ze de huur al, hadden ze al niet meer in ontvangst genomen. Toen moest ik altijd bij mevrouw de Leijer in de Bruststraat. Ja. Dus ik persoonlijk af gaan geven. Oké. Uiteindelijk op een gegeven moment liet ze de deur voor dicht. Of ze zag staan en zei ze van nee, wegwezen of zo. Ja. Maar prima. Ja. Dan heb ik met de eigenaar van het pand, wist ik toen nog niet meer. De eigenaar van het pand, zeg maar, heb ik daar een gesprek mee gevoerd. Ja. En die hebben ook niet meer tegen mij gezegd van we gaan de stroomvoorziening oplossen, we gaan het water en zo oplossen. Ja. Dus eigenlijk tot geen conclusie gekomen, alleen maar... Maar je geeft aan de watervoorziening en de stroomvoorziening, maar die waren niet in orde in het pand. Oké. Dus daar wou ik mee met hen in een overleg gaan, wanneer we op gingen lossen. Ja. Maar dan had je, voordat dit gebeurde, dit wilde je in eerste instantie, wilde je dat opgelost werd. Mm-hmm. En, maar uiteindelijk hebben ze je eruit willen hebben. Dat was van het begin af aan was blijkbaar al het probleem. Dat je eruit moest? Ja, dat is het waarschijnlijk toen op de tijd al de koop doorgegaan of zo met de gemeente met de BAM. Dat ze daar gewoon geen huurders meer in willen hebben. Oké, maar je hebt gelijk gekregen. Mm-hmm. Je mag blijven zitten gewoon. Dus je mag blijven zitten. Maar hoe komt het dan dat je dat nu alsnog... de woning uit bent? Omdat ze de huur niet in ontvangst wilden nemen. Ze hebben me gewoon geweigerd om de huur aan te nemen enkele malen. En dat was terzijde van die rechtszaak was dat ook al. Yeah. En toen hebben ze in die rechtszaak helemaal met geen woord over gesproken. Oké. En toen hebben ze na een enkele maanden hebben ze me gedaagd voor wanbetaling. Oké. En op die manier hebben ze het dan voor elkaar gekregen. Omdat de eerste, de rechter die wij toen hadden, waar we het gesprek mee gevoerd hebben, papieren doorgevoerd, die was langdurig ziek geworden. Dus een rechter heeft het overgenomen. Ja. En die heeft maar in mijn ogen maar de helft van de papieren gezien. Oké. Waar het over ging, zeg maar. Dat het niet alleen maar puur wanbetaling was, maar dat er veel meer achter stak. Oké. Dus ik ben een hoger beroep gestart op dit moment. Ja. Omdat ik uitgezet ben daar. Ja, want je bent uiteindelijk ben je er uitgezet. Uitgezet. Echt. Ja. Oké. Oké. En daar ben je nu tegen de laatste rechtszaak ben je in hoger beroep aan het gaan. Ja. Maar je bent de woning uit en je zit momenteel zit je in die tent. Dus ik ging naar de St. Joseph toe. Oké. Met de vraag van ik stond al 2,5 jaar ingeschreven. Kun je dat mij eens regelen, zeg maar? Of jullie kunnen een woning van een ander komen en kan... Nou, we gaan jou helemaal niet helpen, zei ze. Oké. Want je bent uitgezet en er is nogal het een en ander. Ik zeg, maar er loopt de rechtszaak, maar we gaan jou niet helpen. Je kan, ik geloof 2 jaar of zo, kan je ergens laten zien dat je je goed kan gedragen, zeg maar. Ja. Ben je de vraag, maar toen, zo ben ik naar huis gestuurd. Dus vanaf dat moment, eerst was het de auto. Dat is een beetje uitgebreid met een stukje tent die ik gekregen heb. Ja. Ja. En het wordt gedoogd. Oké. Maar, dus je bent uitgezet. Je bent uiteindelijk bij St. Joseph aangeklopt. Van nou hebben jullie voor mij een woning. Mm-hmm. Jij zegt, daar geven ze geen gehoor aan in het geheel. Redactieleden van ons hebben ook even contact gezocht met St. Joseph. Nadat ze jou al gesproken hebben. Een van de mensen daar heeft op een gegeven moment aangegeven. Ja, wij zijn in deze geen partij. Want hij heeft bij ons geen huurschuld en het enige wat wij vragen is een verklaring omtrent goed gedrag en een huurdersverklaring waarin aangegeven wordt dat je een goed huurder bent. Misschien is het heel eenvoudig geredeneerd, maar op het moment dat jij die documenten bij hun overlegt, aan hun geeft, dan zouden zij daarin wellicht wel iets voor je kunnen betekenen. Dat hebben ze mij nooit gezegd op deze manier. Oké. Nee. Oké. Maar is het een idee om, je wil graag een woning huren, dan moet het een en ander voor geregeld worden. Kijk, in Nederland is het, voor zover ik weet, zo geregeld dat niemand buiten in een tent hoeft te slapen. Dat zijn ook opvangmogelijkheden voor. Dat is bijvoorbeeld een opvangmogelijkheid in een bos. Waarom kies je ervoor om niet daar naartoe te gaan, maar waarom kies je ervoor om in die tent? Omdat ik 2 kinderen heb en die wonen in Boksel vlakbij. En mijn zoontje hebben nu op dit moment de afspraak. Die belt mij als hij wil dat ik kom, dat hij heeft geen vaste dag meer, dat vond ik niet prettig. Ja. Dus die belt me regelmatig op van pap, kunnen we even iets gaan doen? Ja. Als ik dan in een bos zit en pap kan dan, ben ik, voordat ik hier ben, is de dag half al voorbij, zeg maar. Ja. Dus het is puur om mijn kinderen hier... Dat is puur om die kinderen hierin te zien. Ja, oké. Hoe lang
Denk je dit? Ja, dit is misschien een hele rare vraag, maar hoe lang denk je het nog vol te houden om dit, om zo te blijven wonen? Ik hoop niet lang, maar dat is zo lang als het moet. Ja. Zeg maar. Maar wat zijn de dingen die jij zelf... Zoals het er nu uitziet, de advocaat belde me van de week op dat de gerieven van memorie van gerieven dat hij als hij aan het maken was. Ja. Dan krijg je 6 weken de tijd voor. Ja. En dan moet je het inleveren. Dan zal het binnen no time een zittingsdatum komen, zeg maar. Dan wordt er een uitspraak gedaan over. En met die papieren zou ik dan naar de Sint-Joseph kunnen. Van jongen, luister, dit is op foute dingen berust. Kijk maar, dit is de uitspraak. Ja. Zullen je me alsnog kunnen helpen? Oké, maar zoals ik het nu begrepen heb, geeft de woningstichting juist aan. Zo van, nou, wij willen wel zekerlijk met meneer meekijken. Maar hij zal een aantal documenten moeten overleggen, waaronder een verklaring omtrent goed gedrag. En een goede huurder. Nou, is er best wel wat voorgevallen in de vorige woning. Ja, ja, ja. Dus dat is flink. Maar daar zie je de mogelijkheid om die verklaring te overleggen. Omdat eigenlijk hoeft het helemaal niet zo moeilijk, in mijn beleving niet, helemaal niet zo moeilijk te zijn als dat het nu gemaakt wordt. Dat dacht ik dus ook, maar ja. Vrees ik me daarin. Nee, ik dacht hetzelfde als je. Oké. Ja, maar blijkbaar is het toch anders. Dat het, Het is mij toen gezegd van, ja goed, hey, er is dat je uitgezet met zo'n heftig iets. Mm-hmm. Dan gaan wij jou niet tussen andere mensen stoppen die, ik had zoiets van, pardon. Oké, maar dat begrijp ik even niet. Wat zeg je dus andere mensen in een wijk, zeg maar, dat ze me daar niet tussen gingen stoppen. Omdat er wat dingen daar fout gegaan waren. Ja. Maar er woonden meerdere mensen. Ik woonde daar niet alleen. Maar dat is niet in de woning geweest waar je nu uitgezet bent. Dat is een andere woning. Dat is die woning. Dat is in de woning waar je nu uitgezet bent. Daar zijn het een en ander dingetje voorgevallen. Ja. Met omwonenden, met buurtbewoners? Nee, nog niet eens met omwonenden. Oké. Nee, er zijn geen klachten gekomen, nooit. Dus heb ik gezegd, waar zijn de klachten dan die over mij geweest? Die waren er gewoon niet. Dat zou mijn vraag dan zijn. Van wat is er dan voorgevallen daar... Dat er nu gezegd wordt zo van oké, dat je geen goede huurder was. Dat ging goed aan dat het de voortuin een grote. En dat klopt ook wel. Ja. Ja, er zitten meerdere mensen. Ik ben met mijn auto, ik denk wel 3 keer naar de Milieustraat gereden voor spullen van iemand anders uit mijn tuin. Want ik heb zoiets van: ik wil het aanzicht ook, ik woon daar ook. Ja. Dus ze daarom kijken van: die meneer van Aans woont er ook. Ja. Dat heb ik graag niet. Maar ja, ik kon er niet tegen wel. Die man verzamelde en die verzamelde en die verzamelde. Ja. Er bleef maar bij komen. Ja. Dus dat was het aanzicht. Ja, ik heb er mijn best aan gedaan. Maar, ook diegene was een huurder van iemand. Dus... Van de leier zelf. Ook, die woonde in zijn kamers, waren daar verhuurd. Zeg. Beneden, 2 kamers boven. Ja, ja. In de gezamenlijke ruimte. Oké. Ik zeg al, ja, je zit in deze tijden, woon je nu buiten. Het weer wordt er niet heel veel beter op. Hoe zorg je voor jezelf... Dat je staande blijft en dat je niet bevriest 's nachts. Mm-hmm. Dat is misschien een hele rare vraag, maar... Ja, sowieso. Ik eten koken doe ik bij een maat van mij vlakbij. Mm-hmm. Doen we samen eten. Dus eten is... En ik heb een Health City, dat is een sportpas. Oké, ja. Daar zit sauna bij, dus daar doe ik mij regelmatig verzorgen. Ja. Ja, en bij vrienden en kennissen. Ik heb een pot gevonden, daar heb ik van die brandpasta in. Ja. Er zit een pot omheen, zodat het geen vuur kan pakken. Ja. Dus er komt enigszins warmte vanaf. Ja. Nou hoor ik jou dat zeggen, hè? De mensen, hè, je gaat naar een vriend bijvoorbeeld koken. Waarom kun je niet bij die mensen terecht? Waarom moet jij in die tent slapen? Op het moment dat er vrienden, bekenden zijn die jou op die manier helpen, waarom zeggen die niet tegen jou van, kom er bij ons bij? Of waarom vraag je hun niet om hulp? Van, dit is geen doen, kan ik bij jullie? De vraag is ook wel, maar die meneer waar ik het jongen het over heb, die heeft zelf al enkele problemen. Dus als ik daar zou gaan, krijg je nog meer problemen. Dus dat wil ik niet. Ja, ik heb zoiets van, ik wil niet mijn probleem in de andere probleem maken, zeg maar. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Maar van de andere kant denk ik van ja, het enige wat hij voor je kan doen is je een warme plek aanbieden. Dan denk ik, ja, dan hoef je nog niet eens zozeer mekaars problemen gelijk op te vangen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Enigszins, ja. Dus, oké. Goed, zoals ik aangaf, hè, vanuit onze redactie heeft gebeld met de woningstichting. Die geven aan zo van, nou luister meneer, wij zijn in deze eigenlijk geen partij. Want er is geen huurschuld en het enige wat wij vragen is om een aantal documenten te overleggen. Nou ja, wellicht dat het voor jou een mogelijkheid biedt om te krijgen dat het wordt opgelost. Ik hoop het in ieder geval van harte voor je. Dankjewel in ieder geval dat je je verhaal bij ons wilde komen doen. Ja, bedankt voor hetgeen wat je me net vertelde, want dat wist ik nog niet. Nou ja, als ze mij toen niet vertelde, als ze me toen dat vertelde, dan was het misschien al opgelost. Ja,
Nou, ja. Ik hoop dat de oplossing nu heel nabij is. Ja, ik wens je veel sterkte. Ik bedank voor de mogelijkheid om het graag, te vertellen. Graag gedaan. Blijf nog even zitten. Ja, want ik ga naar Penny. En ik ga even kijken of het helemaal klaar is en gedaan is. Even kijken. Ja, nou, dan krijgen we het weer achter de balie weer eventjes. Oh, jongens. Het is maar goed dat we zo slank zijn, toch? Ja. Goed. Ik doorheen pas. Oh, nou. Nee, ben jij gek? Nou. Ja. Hey, hij is klaar. Snelle kip. Ja, geweldig. Iets meer tijd krijgt hij iets meer vorm. Snap ik. Daarom ligt er hier ook nog gewoon een flinke kip, inderdaad. Ja. Okay. Dus ja, zo simpel is die. Ja, helemaal leuk. Helemaal goed. Oké, wat zijn nog allerlaatste tips waarvan je denkt zo van, nou, die moet ik echt nog even kwijt aan de mensen thuis? Want ik heb toen straks heel hard geroepen, nou ja, we hebben de tips en de tops. We hebben een heleboel tips gekregen. Wat is nog een top? Een top. Steek er tijd en moeite in. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik het meest wil benadrukken. Doe je best voor een ander. Ja. Het is niet leuk als jij iets heel moois hebt gemaakt en je krijgt gewoon een doos met wat piepschuim erin. Ja. Is niet leuk. Nee, daar worden we inderdaad niet blij van. Nee. Klopt. En het kan ook heel makkelijk. Als je kunt naaien, kun je bijvoorbeeld ook met een naaimachine gewoon iets maken en het daarin verstoppen. Hè? Ja, dus geweldig. Ja, wat dat betreft, het kan heel makkelijk zijn. Of hier een hele goeie als je van chips houdt. Van chips, ja. Oh ja. Heb ik de Pringles-bussen. Oh ja. En die heb ik gewoon. Of een van die andere 100.000 smaken en merken die we hebben. Er zijn heel veel verschillende soorten chips met zo'n kokervorm, hè? Precies. Heel veel merken. Precies. Ja. En heel veel smaken. Ja. Lekker opeten. Je hebt er 3 nodig. Karton eromheen, cadeautje erin en. Klaar ben je eigenlijk. Ja, hoe eenvoudig kan het. Het enige wat ik liever mensen niet laat maken is van die smurrie surprises. Waar je hand in moet steken in de gel of in de... We hebben ze allemaal ooit een keer gehad. Vindt niemand leuk, we toch? Dit, hè? Ja, dat vindt niemand leuk. Ja, dat vindt niemand leuk. Maar alleen de maker, die is er snel vanaf. Dat klopt. Nou, dus ik kan nog wel een paar mensen opnoemen die dat wel heel leuk vinden om te doen. Okay. Maar goed, de meeste van ons denken we, doe het vooral niet. Maak iets leuks. Helemaal goed. Oké, nou, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En dankjewel dat ik ook nog even mee heb mogen vreubelen. Dit was het weer voor deze week. Wil je nou nog meer informatie over onze omroep, dan hebben we altijd nog de website www.omroepdommeland.nl. Volgens mij is onze volgende uitzending 20 december. Dan hebben we een speciale kerstuitzending. En bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!